Voetbalclub KSK Hasselt stond op het randje van de afgrond tot een anonieme geldschieter borg stond en de club gered was. Maar die anonieme geldschieter blijkt uiteindelijk niet zo anoniem te zijn, want dat is niemand minder dan doelman Stijn Stijnen. Een heel goede middag, Stijn. Goedemiddag. Fijn dat je tijd voor ons wil vrijmaken. Ja, jullie hebben gisteren de allereerste wedstrijd gespeeld onder jouw bewind, zal ik maar zeggen, met KSK Hasselt. Hoe was het gisteren? Plezant? Ja, onder mijn bewind is veel gezegd natuurlijk. Hè. Nee, het was eigenlijk uniek. Heel veel mensen teruggezien die al jaren niet meer naar het stadion zijn gekomen. En ja. Dat deed toch heel veel deugd. Want we zien hier enkele beelden. Heel veel supporters inderdaad. Heel veel sfeer. Heel veel voetbal vooral natuurlijk. Hè. Want daar draait het om. Ja, mannen kunnen weer spelen. Absoluut. En dat toont toch ook aan dat voetbal iets speciaals is. En dat dat leven opwekt. En ja. Dat was gisteren absoluut geval in het stadion. Uiteindelijk hebben ze dan niet gewonnen. Maar ik heb me laten vertellen dat het wel spannend was. Ja, maar goed, het is een heel jong ploeg die samengesteld is op een paar dagen tijd. En daar kan je ook niet alles van verwachten. Ze speelden ook tegen een heel goede ploeg, Ruppelboom. Ja. Dus, maar absoluut, ze hebben veel meer verdiend gisteren als die 0-1. En dat was voor ons fantastisch. Ik denk dat de supporters allemaal heel tevreden naar huis gingen. Ja, want je hebt de club redding gebracht eigenlijk. Hoe reageerden de supporters bijvoorbeeld? Ja, die waren uitgelaten en die dachten dat hun club verdween. Mm-hmm. Ze hebben zelf ook acties proberen te doen om die club te redden. Ja. Dus dat toonde ook aan hoe zij daar tegenover stonden. En als dat dan wegvalt en een club is gered, ja, dan weet je dat je wel meedeelt in de vreugde van hun. En dat je wordt bejubeld, maar dat is op zich niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat de club kan blijven bestaan en dat, ja. Dat zoveel jeugdspelers ook een hobby kunnen uitvoeren. Want hoe zijn ze bij jou terechtgekomen? Heb jij zelf de voorzet gegeven dan dat je wel wilde helpen? Of? Ja, goed, we hebben toen we signalen kregen dat het Falikant ging aflopen, hebben de zaak onderzocht en hebben gekeken of het wel mogelijk was, want dat moest het ook wel zijn. En dat bleek het geval en ik was ook een beetje verbaasd dat dat daar niemand op reageerde. En ja, goed, dan waren we eigenlijk zelfs verplicht om het in eigen handen te nemen, want anders was het gewoon afgelopen. Was het over en uit geweest? Ja, absoluut. En je hebt ook wel een heel speciale band met de club, want het is niet zomaar een Hasselse club voor jou, hè? Nee, ze hebben mij de kans gegeven toen ik 17 jaar was om in de eerste ploeg te komen en om daar 2 jaar te spelen en dan daarna de stap te kunnen zetten naar Club Brugge. Dus dan heb je automatisch een band. Mijn vader heeft daar altijd gespeeld. En zo'n club en zelfs je niet, grootvader heb ik me laten vertellen. Ja, absoluut. Dus zo'n club wil je niet laten verdwijnen. En, ik ben blij dat dat niet het geval is. Ja. Nu hoor je in de wandelgangen en op straat en dergelijke vertellen van ja, Stijn heeft dat gedaan om zijn imago een beetje op te poetsen. Kan je dat begrijpen, dat mensen dat gaan denken? Ja, maar ik begrijp de mensen al lang niet meer. Dus daar ga ik ook geen, geen moeite voor doen. Nee, daar ga ik ook geen moeite meer voor doen, inderdaad. Nee, dat is absoluut niet het belangrijkste. Ik denk dat het belangrijkste is dat die club blijft bestaan en dat er ook nu mensen in die club zijn die het goed voor hebben met die club en dat die club kan verder groeien. En ga je dat nog opvolgen dan? Ja, absoluut. Goed, ik ben in de eerste plaats speler van Beerschot en dat zal voor mij het belangrijkste zijn op dit moment en de komende jaren. Maar oké, mijn vader is in sportieve gestapt en we gaan natuurlijk de dingen een beetje in het oog houden. En we gaan allerlei initiatieven nemen om die club terug echt gezond op leven te brengen. Dus bijvoorbeeld de volgende thuiswedstrijd gaan we een initiatief nemen naar de oud-spelers toe. Die mogen voortaan voor de rest van hun leven eigenlijk gratis binnen. En de ploeg van die een eerste nationale gespeeld heeft met Sporting, gaan we die wedstrijd uitnodigen. En gaan we een Sporting for Life abonnement overhandigen. Dus dat zijn dingen die je moet... Een beetje nieuwe impulsen geven. Absoluut. Voetbal is veel te groot en te mooi om zomaar te laten doodbloeden. En ga je dan sportief ook mengen? Bijvoorbeeld de keepers helpen? Want jij bent de keeper om u tegen te zeggen natuurlijk. Ja, maar daar hebben ze een heel goede keeperstrainer voor. Op dit moment Theo Kussers is daar. Dus die heeft mij ook begeleid bij de nationale ploeg en zo. Dus dat is een hele eer voor Hasselt dat die daar is. Ja, dus dat gaat ook op sportief vlak helemaal goed komen met KSK Hasselt dan. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Nu eventjes iets anders. Gisteren was de gouden schoen. Hè? Matthias Suarez, heeft hij gewonnen? Is hij terecht de winnaar volgens jou? Ja, goed. Dat is een prijs van de journalisten natuurlijk. En ik vind persoonlijk dat Courtois hem had moeten krijgen. Ik denk niet als dit seizoen. Of als dit jaar de ene keer een keeper moest zijn, dan zou het nu wel geweest zijn. Ja, waarom? Wat maakt Courtois eigenlijk zo sterk? Ja, omdat hij bijna op zijn eentje toch wel voor de titel heeft gezorgd met Genk. En,
Het schijnt ook dat, dat het voor zijn leeftijd, in die leeftijdscategorie, zelfs de beste keeper van de wereld is op dit moment. Ja, goed, dat is moeilijk te zeggen, omdat er zijn zoveel keepers, maar hij zal er toch wel dicht bij aanleunen. Mm-hmm. Hij was teleurgesteld, hè? Ja, ik heb nu niet zoveel beelden gezien, maar ik kan me voorstellen van als je dat parcours hebt afgelegd. Oké, het was maar één stemronde dat hij kon meedoen. Mm-hmm. Maar dan nog, Suárez heeft ook op één stemronde gewonnen. Dus dan vind ik dat, dat Courtois meer verdiend had. Mm-hmm. Wat betekent de gouden schoen voor een voetballer of voor een keeper dan? Wat zou dat voor jou betekenen, moest je hem winnen? Ja, dat is iets van vroeger. Dat lijkt iets magisch. Hè. Oké, nu bekijk je dat ook wel anders, omdat je er langer in zit. Maar een gouden schoen heeft toch iets. En iedereen zou die graag op zijn schouw zetten. Ja. En ik denk dat dat voor mij geldt en voor Courtois en voor iedereen. Ja. Toch wel leuk om inderdaad zo'n schoen op je schouw te mogen hebben. Hè? Dat is toch wel je hebt trouwens ook wel een beetje een link met voetbal, want jouw zonen spelen ook. Ja, mijn jongste was heel amateuristisch, maar mijn oudste, die nu in Amerika ook studeert, ja. Die heeft inderdaad toch wel een mini-parcours afgelegd. Het was ook zijn grote droom, zoals zoveel voetballertjes. Maar het heeft toch niet mogen zijn. Hij heeft sinds de stage nog eens bij Atletico Madrid, sowieso even is daar wat ter sprake geweest. Maar zijn hoofd is zo dikwijls op hol gebracht en uiteindelijk nooit echt doorgebroken. En, dat hoor je wel vaker, hè, dat er heel veel beloftes gedaan worden die uiteindelijk dan niet ingewilligd kunnen worden. Ja, maar goed, ik denk dat hij op dat vlak dat rustig moet blijven en niet direct de grote stappen ineens wilt zetten. En af en toe heel veel geluk hebben en de juiste plaats op de juiste moment. Ja, absoluut. En de juiste begeleiding. Nu heeft passioneel van die sport kunnen genieten en ook heeft een scholarship gekregen via de voetbal. Dus ja, hij moet er nu ook niet gefrustreerd door geraken. Het is erom. En daarom is nog jong, 23 jaar. Maar het is een mooie afsluiter. Genieten van de sport. En dat genot heb jij toch bij KSK Hasselt zeker teruggebracht. Saint-Saëns, dankjewel. Fijn dat je erbij was.